zien vandaag op Zandvoort in de aanloop naar de nieuwe Miss Rief. Miss Rief betekent het meisje met de mooiste billen van Nederland. Ik ben Quinta, Miss Rief 2011. Welkom bij de Miss Rief 2012. Ik was eigenlijk meegekomen om een vriendinnetje aan te moedigen en uiteindelijk hebben ze mij overgehaald om ook mee te doen. En ja, hier sta ik dan. Mijn grootste motivatie was om mijn ex-vriendje een beetje jaloers te maken. Want die staat ook in de zaal. Maar die weet nu nog niet dat ik meedoe. Jouw sterke punt is natuurlijk je billen. Anders ben je niet een van de 10 finalisten. Maar wat is buiten jouw billen nou jouw sterkste punt? Mijn benen en mijn ogen. Ik denk dat ik het wel heel makkelijk vind ook om met mensen te praten. Dus vooral dat ik wel spontaan genoeg ben om met dit soort dingen mee te doen. Zie jij Rief als merk? Ja, vooral surf. Gewoon echt beachy. Ik bedoel, het gaat om bikini, slippers, van alles. Maar het is echt gewoon beachy Rief. Wat denk je dat je moet hebben om de perfecte Rief-uitstraling te hebben? Sportief en spontaan. Je moet kunnen sporten, surfen, alles. Een open karakter, iemand die heel sportief in het leven staat en iemand die gewoon met een glimlach daar staat en gewoon alles omarmt zoals het komt, dat denk ik dat dat heel belangrijk is. Natuurlijk ga je voor het winnen, dat wil je, maar je houdt er ook een vriendschap aan over of een kennissenkring, laat ik het zo zeggen. Ja, ik heb gewoon voor mezelf ervaren nu dat het helemaal niet uitmaakt wat je eigenlijk je voorgeschiedenis is. Of je nu een modellencarrière hebt gehad of gewoon een meisje bent dat op straat loopt. Als je maar mooie billen hebt, dan mocht je meedoen. Dus ja, iedereen kan het. Dit was de kennismaking met de 10 finalisten van de Miss Rief 2012 verkiezing. Er zijn nog kaarten beschikbaar, dus zorg dat je erbij bent op 27 mei 2012 op de Ocean Diva. Tot dan!